november 2020 was er een grote brand op het Berlijnplein. Maar zie hier, herrees uit de as, een prachtig gebouw. En wij zijn bij de opening. Ik droom nog. Ik wil nog leren en ontdekken. Ik zal weten en toch niet. Ik ga nog vinden en verliezen. In november 2020 is hier een brand geweest. Wat kunnen jullie daarvan herinneren? Nou, vooral dat ik in bed lag op zaterdagochtend. Want het was in de nacht van vrijdag op zaterdag. En ja, op een gegeven moment word je wakker en dan pak je een keer je telefoon en zie je heel veel appjes. En vooral ook foto's en video's al verschijnen. Ik was niet de eerste die het hoorde van jonge honden. Ja, en dan bouw je echt extreem. Want je ziet meteen, dit is weg eigenlijk gewoon. Dus dat gevoel van, wat gebeurt hier nou? Dat gevoel heb ik nog wel steeds in mijn herinnering, ja. Ja, nou, wat interessant. Ik bedoel, het is heel vervelend dat je pand afbrandt, maar het geeft een tweede kans. En dat is heel gek, maar daardoor kan je wel kijken van wat kunnen we verbeteren. En wat bijvoorbeeld een praktisch iets was, is dat er geluidstechnisch was de eerste keer niet zo fijn. Dus je hoorde echt, nou, wat daar gezegd werd, dat hoorde je hier. Nou, dus daar zijn andere keuzes in gemaakt. En dat zijn dus ook dingen die je dan kan verbeteren in een tweede kans of zo. Dus ja. Dat hebben we wel teruggezien, ja. Wie zijn we eigenlijk? De jonge honden. Wat houdt dat in? Ja, dat is een hele leuke vraag. Nou, Jonge Honden is een adviesbureau, al jaren in Utrecht en dus nu sinds een aantal jaar op het Berlijnplein. Ja, en de naam zegt het natuurlijk al een beetje. Jonge mensen met frisse ideeën, nieuwe kennis, maar ook vooral die de patronen willen doorbreken. En dat doen we voor heel veel verschillende opdrachtgevers. En voornamelijk proberen we dat voor maatschappelijke vraagstukken te doen. Want wij zijn ook al met een drive van, hey, we moeten iets doen met de wereld, we willen dat verbeteren. En dat doen we op heel veel verschillende vlakken en met heel veel verschillende expertises. Ja, want ik zie eigenlijk drie echt totaal verschillende partijen hier in dit gebouw. Ja, dat klopt absoluut. En dat vind ik echt superleuk. Er komen hele andere mensen bij de buurtkamer over de vloer dan er dagelijks bij ons over de vloer komen. Maar we komen ook bij elkaar over de vloer. En dat maakt het heel leuk. Met een reden, soms ook niet. Ik zal nog hopen en wanhopen. De weg kennen, toch verdwalen. Langs beekjes en rivieren, over water. Hey, dag Krek. Hallo, en nu een nieuw gebouw, hoe is dat? Nou, en eigenlijk ons oude gebouw weer terug. Dat is heel fijn. Want we hebben daar bijna een jaar weer op gewacht. Maar het is zo fijn om na de brand weer onze plek terug te hebben. Dat het voorjaar weer wordt, dat het virus toch meer achter de rug lijkt. En dat we weer mogen, dat we weer kunnen. Dat is echt heel fijn. Okay, en wanneer gaan jullie hier weer spelen? Wij gaan vanaf 30 april spelen wij hier de familievoorstelling Vos. Die Bob bedacht, die de wereld bedacht. En die gaat een week lang spelen. Wordt het leukste uitje van de meivakantie. Elke dag feest bij ons in het theater. Distortions in our brains. Unnecessary boxes in our hearts. And wrong turns in our thinking. Please no. We are not proud of that. And yes, we would like to improve that. With love. Jullie hebben een nieuw gebouw. Hoe is dat? Yes, eindelijk. We hebben echt op een aantal weken gezocht om alles hier over te krijgen en te werken en te doen. Want ja, mensen moeten ook gaan werken, dus de hulp was ook niet echt heel groot. Dus we zitten nu eindelijk hier, dus daar zijn we heel blij mee. Het is wel even wennen weer op een andere plek. Maar dit hier is eigenlijk ook tijdelijk, hè? Ja, dit blijft ongeveer 3 jaar staan, zoals ik begrepen heb. En dan wordt er 1 groot cultuurcentrum, komt er op het Berlijnplein. Nou, daar kijken we naar uit. Ja, wel heel spannend allemaal. Ja. Maar tot die tijd moeten we hier even 3 jaar zitten. En het valt eigenlijk wel.